hoe zijn de afgelopen 3 maanden voor jullie verlopen? De afgelopen 3 maanden zijn voor ons bizar verlopen. En ik denk dat het geldt voor heel veel mensen die gewoon in het hele leven, je hele leven staat op zijn kop natuurlijk. Wat bedoel je met bizar dan? Nou, wij zijn er om publiek te ontvangen, om live muziek, theater, cabaret, maar ook film te brengen. En het gaat altijd om die ontmoeting, die live ontmoeting tussen een publiek en een artiest. En dat konden we niet, dat mochten we niet. En het is heel, het is gewoon heel bizar als je niet mag doen waartoe je er bent. Hof 88 is toch een enigszins eigenzinnig theater. Want jullie gaan beginnen met de zogenaamde theatercarousel. Wat houdt dat precies in? De theatercarousel hebben we eigenlijk bedacht om het publiek een hele goede theaterervaring te kunnen beleven binnen de voorwaarden die er gesteld worden. En hoe ziet dat er dan precies uit? Nou, wat we nu gaan doen is dat we in meerdere zalen een artiest gaan op laten treden of artiesten en het publiek gaat doordraaien alsof je eigenlijk in een carousel zit van de ene ruimte naar de andere ruimte. En daardoor kunnen we met korte optredens van ongeveer 25 minuten krijgt het publiek zo 3 verschillende optredens op 3 verschillende locaties. En dat op een hele andere manier weer theater te kunnen beleven. Hoe zie je de nabije of verdere toekomst voor Hof 88? Nou ja, in de nabije toekomst blijven we natuurlijk grote beperkingen houden. Per 1 juli zou de capaciteit omhoog mogen naar 100 stoelen. Zet dat zorden aan de dijk? Nee, maar voor ons niet. Ja, want onze zaalbezetting is normaal gesproken gemiddeld 100. Dus dat zou eigenlijk heel goed uitkomen. Maar we kunnen in de zaal met 1,5 meter afstand maar 50 mensen kwijt. Dus wij hopen heel erg dat er toch op relatief korte termijn daar een verdere versoepeling in komt. Dat we die 1,5 meter niet zo strikt hoeven te handhaven. En dan wordt de capaciteit van de zaal groter. En dan kunnen we weer meer en normalere dingen gaan doen. Ik kan me ook voorstellen dat je met de artiesten afspraken hebt gemaakt over de hoogte van de garage. Ja, dat betekent dat ik ook op dit moment de hele programmering voor 2020, 2021, die was half maart toen de corona losbarstte, de crisis dan, was de hele programmering eigenlijk al klaar. Maar ik ben nu de hele programmering opnieuw aan het doorlopen, omdat we door die verminderde zaalcapaciteit veel minder inkomsten kunnen genereren. En dat heeft natuurlijk ook effect voor de optredende artiesten. Dus al die afspraken die we al gemaakt hebben, die moeten allemaal stuk voor stuk opnieuw langsgelopen worden en bekeken worden van nou, kan dat onder deze nieuwe condities? Maar er zijn ook heel veel artiesten die besloten hebben om hun programma of hun tournee een heel seizoen op te schuiven. Dus dat betekent, ik heb zeker 15 voorstellingen van de 100 nu al, waarvan ik nu al weet van nou, die gaan niet in 2020, 2021 plaatsvinden, maar pas in 21, 22 op zijn vroegst. Dus daar zitten we. Ja, ik ben eigenlijk weer zo ongeveer opnieuw kunnen beginnen. Ik wens je heel veel succes met de theatercarousel. Dankjewel.